Stix is een hele beroemde archeoloog, hoogleraar rond het jaar 1900, om het makkelijk te houden. En een telg van een heel beroemd geslacht. En hij is erg belangrijk. Hij heeft heel min of meer de grondlegger van het vak archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft ook hele belangrijke collecties aan de universiteit geschonken. En vandaar dat we nu besloten hebben om een tentoonstelling aan deze man te wijten. Wat nou echt bijzonder is aan deze tentoonstelling is de diversiteit aan materialen die we tonen. Jullie hebben het al bekeken en dan zie je dat het beelden zijn, foto's, het is van alles. Het gaat over de persoon zelf, zijn dagboeken liggen er en een heleboel boeken die eigenlijk nooit uit de kast komen. Die combinatie, dat is voor ons, het heet hier bijzondere collecties, extra bijzonder. Maar wat ik het leukste voorwerp op deze tentoonstelling vind, is deze tempel. Of model van een tempel, die is gemaakt van kurk. En dat waren souvenirs die je in de 19e eeuw meenam uit Italië. Er zijn er ontstellend veel van gemaakt en er zijn er nog maar heel weinig van over. En ik vind dat een heel ontroerend en heel mooi voorwerp. Het is zo oud en het is heel erg kwetsbaar en het is er gewoon nog. We zagen in de vitrines hier staan dat hij ook bij het Amsterdam Studentenkoor zat. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, nou was het in met name in de tijd dat ik zelf studeerde was het erg not done om bij het Studentenkoor te zitten. En ik was er natuurlijk ook geen lid van. Maar in rond 1880 lag dat heel anders. Bijna iedereen, met name als je familie wat geld had, dan was je daar lid van. Hij was nogal bijzonder, ook als lid. Hij heeft in de Almanak een prachtig gedicht geschreven, wat wij nu zeer politiek incorrect zouden vinden, over Nederlandse taal die overal is uitgestorven, behalve bij onder de Bantoes in Zuid-Afrika, want daar geven ze nog steeds les in en daar is Nederlands de taal van de wetenschap. Maar dit is nou een plaatje en daarom heb ik het opengelegd op deze, waarvan ik de duiding en het doel niet kan thuisbrengen. Want als ik er naar kijk, dan zie ik twee misvormde mannen met duidelijk negroïde trekken. En als je kijkt, met hele grote penissen waar een stevige ring doorheen zit. En wat bedoelden de Romeinen daar nou mee? Dat is voor mij een groot raadsel. Ik heb dat nog niet nagevraagd aan een moderne archeoloog die daar misschien wel wat over te vertellen heeft. De paar die ik het heb laten zien, die begonnen onmiddellijk